Op het presidentieel paleis heeft de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse, een gesprek gehad met de Bond Belangenbehartiging voor gepensioneerden uit overheidsdienst. Dit onderhoud volgt nadat het bestuur van de Bond een petitie had overhandigd aan de directeur van het kabinet van de president op woensdag 31 oktober 2018. Het gesprek met de Bond gebeurde op maandag 5 november 2018. Mevrouw Wouden, u heeft daarnet een gesprek gehad met de president. Hoe is dat verlopen? Nou, zeer positief is dat verlopen. We zijn dus bijzonder blij met het resultaat dat bereikt is bij het gesprek met de president. En mogen we weten wat het resultaat precies is? Ja, het is namelijk zo dat we dus weten dat het heel moeilijk is om dus uit het bestand van 25.000 gepensioneerde ambtenaren gelijk dus administratief alles in orde te maken binnen 2 weken. Laten we elkaar niet voor de gek houden, want gepensioneerden ontvangen de 15e. Dus af is gesproken om dus 15 november, dus dat is dus straks 15 november, vanuit het bestand van 25.000 55% van de gepensioneerde ambtenaren de verhoging toe te kennen. En het gaat om de verhoging van de leerkrachten en de verhoging van de ambtenaren. Dus 2 verhogingen dat ze in 1 keer krijgen. En in de maand december, dus dat is dus 15 december, dan komt op die 55% komt er 25% bij. Dus 25% komt erbij, die gaan dus in de maand december ontvangen. Het voordeel van die groep is dat zij dus niet minder gaan ontvangen, want wat ze zouden ontvangen in de maand november, krijgen ze dus met TWK. Begrijpt u nu? Dus als ze december ontvangen, krijgen ze dat van november ook mee. Dus ze ontvangen niet minder. Dan hebben we een kleine groep van 20%, 20 of 25%, en die zullen dus uiterlijk maart volgend jaar uitbetaald worden. En voor hun geldt hetzelfde. Zij kregen dan hun TWK ook gelijk uitbetaald. En wat is namelijk het geval? Want men kan natuurlijk ook afvragen van ja, maar hoe komt het? Het blijkt administratief dat er een kleine groep is die nogal wat problemen geeft om zaken uit te zoeken. Omdat de zaken van die groep administratief niet goed geregeld is. Zowel bij het ministerie van Onderwijs, die moet dus ook hun medewerking verlenen om een aantal zaken uit te zoeken voor pensioenfonds, als bij het pensioenfonds. Dus die twee hebben dus een paar maanden gevraagd om dat wat ze dus noemen de probleempersoon, de probleemgepensioneerde, om dan hun stukken in orde te maken, zodat ze dus wel uiterlijk 15 maart 2019 kunnen ontvangen. Dat is het. Dus we mogen stellen dat het BBGO tevreden terugkeert? Ja, we zijn tevreden, zeer tevreden. Naast deze onderwerpen, die allemaal dus in die motie dus, zijn opgetekend, hebben wij dus ook de president aandacht gevraagd voor de gezondheidssituatie van onze senioren burgers. We hebben omgewezen op het probleem van het tekort aan prothesen wanneer het gaat om operaties van kunstknieën en kunstheupen. En wat ook heel belangrijk is, dat we hem gevraagd hebben voor zijn medewerking, dat het OAS-document op zo kort mogelijke termijn wordt ondertekend. Dat document dat gaat over de rechten van de ouder wordende mens. Want in dat document staat eigenlijk alles. Gezondheid, onderwijs, huisvesting, noem maar op, alle staten. En het is heel belangrijk dat een land dat tekent, zodat je weet waaraan je je moet houden. En hij heeft dus aangegeven dat hij natuurlijk daaraan gaat werken. Want wij hebben, dat hebben we ook aangegeven aan de president, we hebben een maand geleden aan alle voorzitters van alle politieke partijen zo'n document, dat OAS-document, doen toekomen. En wij hebben ze gevraagd om ervoor te zorgen dat dit document op korte termijn wordt geratificeerd, maar ook om de inhoud van dat document op te nemen in hun verkiezingsprogramma.
Dat is heel belangrijk, want het staat daar, maar wat doe jij voor de ouder wordende mens? En dat hebben we dus ook wel vandaag voorgehouden. Dus we hopen dat in de komende periode bijzonder aandacht besteed zal worden aan de ouder wordende mensen. Want tot nu toe zijn we dus wat dat betreft niet tevreden.